Senna, zanger Marinus, de havenzangers en natuurlijk het feestteam. Ze waren allemaal van de partij bij Bolderpop. Elk jaar weer staat Druten even in het teken van muziek, dansen en keihard meezingen. Voor mensen met een beperking is het elk jaar weer iets om naar uit te kijken. En natuurlijk was Mr. Bolderpop Jochem van Gelder dit jaar ook weer van de partij. Ja, het is als al die jaren. Dit is de 19e editie. En Bolderpop is iedere keer eigenlijk een grote reunie. Het is als ik hier naartoe rijd en ik kom hier uit een naburig dorp. Dus ik moet twee dorpjes verderop kom ik hier. En ik rijd naartoe, dan rijd ik al met een grote glimlach hier naartoe. Want de vrienden, want inmiddels de vrienden van Bolderpop, die in het publiek zitten, die ontmoet je dan weer. Die heb je misschien soms een jaar niet gezien. Misschien tussendoor wel. Dus de ontvangst is altijd al enorm fijn. En dan ja, ieder jaar een fantastische line-up van artiesten. Na 19 edities is het feest populairder dan ooit. Nog nooit was het zo snel uitverkocht. Er komen bijna 400 bezoekers, gasten, van begeleiding tot gasten. En het is een topjaar. We waren binnen 3 weken waren we uitverkocht online. Dus ja, dat zegt genoeg volgens mij. Bolderpop is niet alleen populair bij de bezoekers, maar ook de organisatie staat elk jaar weer te springen om aan de slag te gaan. Kijk, als je binnenloopt, weet je precies waarvoor dat je het doet. We doen het niet voor onszelf. Wij zijn een grote groep vrijwilligers van 45 man die echt in de rij staan. We hebben een wachtlijst voor vrijwilligers zelfs. Ja, en als ik her en der de evenementen hoor, is de vrijwilligers het grootste probleem die niet willen of kunnen. Maar ja, onze vrijwilligers die staan echt in de rij om te helpen. Gisteren hebben we alles opgebouwd met een groep en ja, dat gaat als een speer. Iedere bezoeker heeft zijn eigen favoriete artiest. Ja, ik heb hier goed naar mijn zin. Dus. En straks komt Jan Bikkel. Dus, dat is jouw favoriet? Ja, dat is mijn favoriet. Ja. Ik heb hem wel eens een keer op YouTube gezien op mijn tablet. En ja, dus straks komt hij hier op het podium. En dan ga ik met Jan Bikkel ook op de foto. Dus. En met de havenzangers daar ook even. Wat vond je van Senna? Wat ben je mee op de foto geweest? Ja, met Senna is het wel heel erg leuk. Ja, leuk artiest. Dus. Voor Senna is het de eerste keer dat ze op Bolderpop optreedt en het publiek maakt gelijk een goede indruk. Nou ja, ik vind het bijzonder dat er zeg maar hier aan iedereen gedacht wordt, om het zo maar even te noemen. En dat iedereen de kans krijgt om ook gewoon even gezellig iets te doen en even nergens aan te hoeven denken. En het enige wat ze dan kunnen doen is gewoon lekker feesten, meezingen, drinken wat ze willen, eten wat ze willen. Ja, de gezelligheid spat er vanaf. Dat is natuurlijk fantastisch. Volgend jaar bestaat Bolderpop 20 jaar. De organisatie is al druk bezig met alle grootste plannen. Ja, we zijn al heel druk aan de voorbereiding, want daar moet je echt vroeg mee beginnen. Ja, dat blijft nog heel even binnen de kamers helaas. Maar ja, er zijn net werd er al geroepen, ja, wie willen jullie zien volgend jaar? Nou, die staan ook op ons lijstje natuurlijk, maar ja, we gaan het zien. We gaan, ja, want het publiek mag meebeslissen een beetje. Ja, vinden wij wel leuk, ja. Dan weten we zeker dat we goed zijn en goed bezig zijn. Dat het weer een groot feest gaat worden, staat in ieder geval vast. En dat is natuurlijk allemaal te danken aan het publiek. Van het feestje ben ik elke dag hierbij, dus ja, ik vind het fantastisch. Ik ben zelf natuurlijk helemaal van de gezelligheid. Dus als je die dan zelf kan creëren, ja, dan ga je dan natuurlijk 100% voor. Ontvangers, ze zijn eerlijk. Ze vieren feest, ze hebben geen remmingen en dat is soms lastig. Maar vooral op een middag, zoals vanmiddag, is dat alleen maar heel fijn. Ja, het meest dankbare publiek dat er is, 100%. Dit is de dag waar we met z'n allen naartoe leren.